Een van de problemen is natuurlijk mos op het dak. Dit is beginnend mos op het dak. En dat kun je natuurlijk laten, maar het is ook redelijk simpel zelf doen als het nog zo vers is als dit. Handschoen aan. En vooral een beetje een ruwe handschoen. Ik was er allemaal mee bezig. Zo kun je het mos in het begin nog redelijk goed eraf halen. Dan, dan is het nog niet heel erg in het dak opgenomen. Doe eerst veel met je handen. Veel bedrijven die hebben natuurlijk iets makkelijkere instrumenten voor, maar met je handen kun je het dan best wel weghalen. Als je hier ziet, het is natuurlijk wel, het kost wel wat moeite. Maar je ziet hier, hier is het al eigenlijk helemaal weg. En je beschadigt ook niet het dakleer. Dus let erop dat je het dakleer niet beschadigt. Maar als dat zo is, dan kun je natuurlijk altijd een stukje testen. Dan is dat prima zelf te doen. Natuurlijk voor heel veel vierkante meters is dat echt wel behoorlijk wat werk. Je hebt voor de rest niet echt wat ervoor. Kijk, je kan er meteen met iets van staalborstelachtige dingen op, maar dat beschadigt dan een behoorlijk dak, zeg maar. Het is natuurlijk wel dakleer, je moet tegen weer en wind kunnen. Maar echt, ja, vol willen beschadigen. Dat is eigenlijk lastig. Dus het liefst zo min mogelijk. Dat is natuurlijk heel vaak in huis gewoon. Als het met zo min mogelijk kracht op een oppervlakte toch schoon wordt, is eigenlijk altijd het beste. Je moet alles over het dak reinigen. Het mos van het dak afhalen, ook natuurlijk van de dakpannen. Zal ik een bericht zetten als je het laat doet, natuurlijk ook kosten opzetten van. Waar moet je aan denken? Wat zijn de mogelijkheden? En hoe laat je het ook later impregneren, zodat het ook minder snel hecht erop? Want dat is ook heel belangrijk. En nu schoonmaken. En dat is heel vaak met als je een dakoppervlakte of een gevel schoonmaakt. Daarna gaat het vuil zich vaak wat sneller hechten. Dus dan kun je beter daar wat ook wat tegen doen, zodat het ook gewoon lang goed blijft. Stel me voor als een auto, zeg maar, als je net gewassen hebt. Dan zie ik de druppels recht afrollen. En als je dat, zeg maar, op zijn dak toepast of op dakpannen of wat dan ook, geveloppervlak, dan rollen, zeg maar, de druppels ook meer af. Dus minder water erop, dus sneller een droog dak. Dus minder kans voor de, ja, voor die voetjes van de mossen, zeg maar, om daar gewoon in te kiemen. Want het zijn toch hele kleine plantjes. Goed, nogmaals, alles over de kosten, het stappenplan, zal ik in het bericht zetten. Mocht je dit op YouTube zien, zal ik de link onder deze video zetten.